Goedemorgen allemaal, welkom weer op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Julie Remers. Oh jawel. Juist, mijn computer staat ook nog aan. Ja, ik heb gisteren, of eigenlijk deze nacht, nog iets een idee gekregen. Ik ben even aan het uitvoeren en ik ga daar zelfs nu eens even goed naar kijken. En dan ga ik nu subiet ook nog naar mijn schatje toe. Voilà. En dan ga ik misschien ook nog even naar de winkel toe. Even. Om iets gaan te eten, uit te halen. Wow. Zes, 47 terabyte heb ik gedownload. Wow, oké dan. Dat is veel. Dat is heel veel. Om 2 uur s'nachts 66,83 gigabyte. Om 3 uur s'nachts 228,92. 4 uur s'nachts 266,43. 5 uur s'nachts 182,36 gigabyte. 6 uur s morgens 260,19 gigabyte, 272,58 gigabyte en 192,17 gigabyte. En nu om 9 uur is het 26,32 gigabyte. Wow. Dan zoveel. Ja, alles is binnen. Dat is goed. Dat is mooi. Oké. Ik ga er binnenkort eens een week van maken om leuke dingen te doen. Voilà, dan kan ik mijn computer even afsluiten. Ga ik straks... Straks ga ik dan mijn bestanden overzetten van gisteren. Dat moet ook nog gebeuren. Voor mijn vlog in de kan te steken. Maar dat ga ik nu niet doen. Of anders heb ik zelfs weer al iemand achter mij. En dat wil ik niet, omdat dat dan niet... Ik ook aan het denken. Ik ga toch een dikke blouse aan doen hoor. Want het ziet er toch niet zo fucking fantastisch buiten. Ik ga het jullie direct laten zien. Kijk maar. Mooi weer vandaag. Nat. Het is geen mooi weer vandaag. Eens even kijken. Ik ga dan deze aandoen. Denk ik. Nee. Ik ga deze aandoen. Voor daarover. Voilà. En dan kan ik vertrekken. Oh, voilà. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. En nu net nog iets vallen ook nog. De LGBTQ is het vandaag, dames en heren. De LGBTQ community. Ja. Ik kom er vooruit dat ik biseksueel ben, maar daarover straks meer. Voilà. Tot straks, want ik wil, omdat het vandaag zo'n speciale dag is van de LGBTQ+, wil ik daar ook eens een en ander ook gaan over vertellen. Maar daar straks meer over. Zo, mijn vriendinnetje gaan halen. Ben ik hier nu bij de Carrefour Market in Alken. Ik hier even wat inkopen doen. Dus dat mijn Nesquik moet vervangen worden. Is dat nog eens? Ik kom er wel op tegen wat ik dat moet kopen. Voilà. En de sportwereld is ook aanwezig hier.
Allee, ik ga jullie laten nu. Ik zie jullie allemaal straks terug, want ik zit hier nu in de kerk. Zo, ik heb goed gegeten. Kijk maar, mensen. Alles is op. Dankjewel, mama, voor mijn sandwichje te smeren. Zij dacht dat ik echt vandaag moest gaan werken, maar dat was dus niet. Ik ga wel de muziek wat de achtergronden wat dempen. Want anders heb ik zelfs copyright claims. En dat willen we ook niet. Allee. Is de tafel eens opruimen? Mijn mondje is afgeven. Moet allemaal gebeuren, hè, mensen? Schat. Ja. Ja, dat doet uit op vet. Wat blijft? Zie maar, dat doet uit op vet. Die zag ik er nog goed uit, juist. Ik heb ze pas gewassen, hè. Mhm. Nu, de tafel opruimen. Nu, de tafel opruimen. Schatje. Ja? Liefke, wat? Ruim de tafel op. Ja. En ik ga eens kijken hoe lekker dat deze zijn, koalas, want... Nee, zelfs nog chocomel. Nee, ik moet geen chocomelk meer hebben. Die koekjes zijn lekker, hè. Ja, ik had die andere vroeger altijd lekker. Een andere tekening en al, en dat dat niet van China uitkwam. Ja, maar ik denk dat dat. Ja, ik denk dat het dezelfde is, maar dan een nieuwe verpakking. Dat kan. Dit kan ik weggooien, dit kan ik weggooien. Uw broodje. Ja, ik ga zelfs eten. Oké. Okay. Ik ga naar Kinga, waar ik kan vallen. Voilà. Dan. Heb ik krapsla nog? Heb jij nog krapsla? Eens even kijken. Kan u nog genoeg krabben, ja? En slaan. Krapsla. Weet je wat? Ja. Ga maar een make-up. Ja, dat is een piet. Ah, niet doen op mijn poep. Ah ja, juist. Sorry. Sorry. Voor mijn gevloek. Ja. En wel, nu ga ik even de bestanden van gisteren nog op de computer gooien en dan gaan we rummikuppen. Zo, hier terug op het appartementje aankomen. Mijn ziekes voor de sleutel. Jee, ik krijg een sleutel van een appartement. Wow, ik heb een nieuw appartement. Of toch niet? Ik ga nu iets heel, heel, heel leuks doen. Ik pak jullie daarvoor mee. Ik neem je mee. Ik neem je mee, prins. Ik neem je mee. Naar Rome of Parijs. Tiri. Oké. Even alles klaarmaken. Dus ik ga ook wel even mijn blouse uitdoen en al. Dus. Zo, kijk eens. Gevuld een bombak vol met ijs, koud water. Jawel, en dan gaan jullie zien wat er gaat gebeuren. Ik ga hier wat plaats maken. Ik mijn camera ook kan zetten. Ik ben nu aan het wachten tot het goed vol is. Oh my god. Je moet er wel tegen kunnen. Je moet er tegen kunnen. Oké, mijn bombak is vol. 3, 2, 1. En nog een keer. Ik zeg het u, dat doet deugd. Oh my god. Met deze warme dagen is dat wel echt goed aangeraden. Dat je dat eens een paar keren doet. Zo is lekker ijskoud water over je gezicht. Ik ga dat nog een keer doen. Oh manneke. Oh. Oh. Oh, dat doet goed.
Oh, dat doet echt, echt, echt heel goed. Oh, oh. Misschien nog deze avond. Oh ja, dat kan ik misschien wel nog deze avond doen. Eens kijken hoe lang dat ik nog eens onder ijskoud water kan gaan staan. Ik ga dan daar zo hieronder dan een teller plaatsen. Dus als ik dit doe, dat ik dan ook mijn teller daarin monteer. En dan kan ik pas weten op mijn montage hoe lang dat ik in die koude douche heb gestaan. Oh ja, dat ga ik doen. Oh. Voilà. Bye bye water. Je hebt mij echt deut gedaan voor eens een goede verfrissing te geven aan mijn hoofdje. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo yo yo. Als ik het uit krijg. Ik krijg het niet uit. Zo, we zijn weer al eens op pad. We gaan nu eens richting Antwerpen gaan. Ja, richting mijn maatje natuurlijk. Oh, dat gaat heel leuk zijn. Ik ga eens even ook iemand inlaten. Ik zal u wel inlaten. Ah, het gaat omgekeerd zijn. Ze gaat mij inlaten. Allee, dat is vriendelijk. Ja. Nee. Ja, het ging niet open. Het ging niet open. Oeh. Dat nu ook weer. Dus ik ga nu eerst alles instellen. Ja, ja, ja. Naar onze lieve maat. Ja. En ja, mijn haren voelen weer fijn aan. Dat is leuk om te horen, schatje. Ja. Nu kunnen ze eigenlijk niet zeggen dat mijn haren vettig zijn. Dat is wel waar. Dat is ook weer al waar. Maar jij hebt je nog niet laten zien, hè? Nee. Ik zal u eens laten zien. Kijk eens hier. Dames en heren. Hier is mijn lieverd met haar haartje. Oeh. Wat een creepy beertje. Valt mee. Allee, mensen, we zijn door. You. You. Want het is 1:36 gereden. We zitten hier nu in Stevoort. Ik heb hier de blauwe vlaggen gezien. En hier is van alles zichtje geel, 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 geel. Zo gele bolletjes. Wat houdt dat juist in? Want daar ook hangen ook gele bolletjes op die deur. Yes! Ik kan weer een paar centimeter vooruit rijden. Even doen. Woehoe. We zijn hier nog niet weg hoor. We zijn hier nog niet weg. Nu ga ik het nog beter zien. Voilà. Kijk eens hier. Die gele vlaggen. Wat houdt dat in? Dus laat het alsjeblieft in de comments weten. Dankjewel. Er zijn ook nog andere kleuren, hè? Zoals groen, blauw. Rood. Ja, dus geel, rood, groen en blauw. Van de Olympische Spelen is dat precies. Want hier hangen ze allemaal uit. Hier op het pleintje. Allee, kijk eens. Ik ga terug concentreren op de baan, want het is erg druk. Want ik sta in de file. You. 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 Zo mensen. Ik wist wel dat jullie er al waren hoor. Hoi, hoi, hoi. Ik ben stiekempot, ik ben moe. Maar ik heb nog één ding, moet ik nog sowieso nog altijd vertellen over mijn bi. Biseksueel. Aan het vloggen. Maar wij horen haar niet. Ik heb even de deur te doen, mensen. Ja, die hebben ze juist gedaan, hoor ik. Oh, maakt niet uit. Ah, oké. Okay.
En dan hoor ik weer al van alles buiten. Oké. Dus ja, dus waar ik het nog wil over hebben, dat is over ja, mijn geaardheid. Dat is ja, dat ik biseksueel ben en dat de LGBTQ community. Dus eigenlijk gisteren en vandaag naar buiten komen wat hun geaardheid is. Zit je heteroseksueel? Zit je biseksueel? Zit je homoseksueel? Zit je lesbisch? Of zit je trans? Voor mij is elke persoon uniek. Hoe je zijt en al, ik neem hoe je bent. Ben je trans? Daar heb ik niks op tegen. Ben je bi? Daar heb ik niks op tegen. Ben je homo? Daar heb ik niks op tegen. Zeg je lesbisch? Daar heb ik tegen haar dan niks op tegen. Nee, daar heb ik totaal niks op tegen. Iedereen moet zich gelukkig voelen in zijn vel. Ik ook. Maar mijn bi-geaardheid die zit nog wat in de knoop. Waarvan ik weet sowieso, dus ja, ik heb een relatie met Bea. En ja, met mannen doe ik het gewoon puur voor plezier, voor het genot. En daar komt geen liefde bij kijken. Maar, er is wel een maar. Ik heb het daar nog wel, ik zelf heb daar nog altijd wel moeite mee om met mannen af te spreken. Om dan het seksuele gebeuren te laten doorgaan. Daar ben ik mee aan proberen meer en meer en meer en meer en meer voor open te stellen. Ik probeer dat ook. Maar het is niet gemakkelijk. En ik ben ook wel blij dat ik er eens wel eens een woordje uitleg kan geven hoe ik mij daarbij voel. Hoe heb ik het leren ontdekken? Ik zal dat ook wel even eerlijk toegeven. Op een leeftijd van 16, 17, deed ik het ook al met jongens en ik vond dat echt gewoon plezant. Ik vond dat gewoon plezant. Ik kan geen namen noemen. Ik vond dat plezant. Ik heb ook niet te intiem. En ja, dat is mij altijd zo bijgebleven. Maar toen woonde ik nog wel bij mijn ouders. Toen dacht ik zo van mijn eigen van, fuck hell yeah. Als ik later alleen ga wonen. Kijk, mannen uitnodigen. Tot en met voor het genot, plezier en al. En ik was toen al vertrokken. Vertrokken dat ik weet dat ik biseksueel ben. Hoe hebben mijn familie het opgevat? Zo gelijk met een oma aan mijn mama haar kant heeft dat heel goed opgevat. De oma van mijn papa, papa zijn kant, heeft daar nog wat moeite mee. Maar ja, dat is een taboe. En zij kan dat niet thuisbrengen als een man-man samen is of een vrouw-vrouw samen is. Dat is haar eigen keuze, hè, mensen. Dat is haar eigen keuze. Schiet mijn oma nu niet dood? Echt niet. Iedereen heeft zijn eigen mening daarover. En dat is ook wel mooi. Mooi ook om die meningen te kunnen delen. Delen met elkaar. Ik ben ook wel eens benieuwd ook, naar mijn kijkers toe. Zit je homoseksueel? Zit je biseksueel? Zit je transgender? Zit je lesbisch? Daar zit nog bepaald, lesbisch, gay, biseksueel,
Trance. En de Q weet ik niet meer. Oh, de Q weet ik dus niet. Help, dus laat het hier in de comments eens even achter wat die Q betekent. Van de LGBTQ. Plus. Ja. Dus ik heb daar op niks op tegen. Dus als er nog jongens of meisjes die daar moeite voor hebben om daar eens een gesprek mee over te gaan. Ik kan dat ook perfect geheim houden. Spreek me gerust aan op Discord. Of spreek me eens PM mee eens via Instagram. Via X of Facebook. Of e-mail mij. info@cyclotv.be. En dan ja, bespreken we dat eens te goeie van hoe kunnen we ons gesprek deftig voeren en al. Als ik er nood heb aan een gesprek of zo, daar sta ik ook altijd voor open. Want ik hoor heel graag verhalen. Ik hoor dat echt heel graag. En ja, soms raakt het mij ook wel hoe jij je geaardheid dan heb leren ontdekken. En nu weet ik dus niet als ik helemaal op mijn scherm sta, ja of nee. Want mijn beeldscherm is ook uitgesprongen. Ja, dus. Ik ga even zo zetten. Ja, ik ben. Dus. Ik heb het ook al gedaan nog met jongens, dat geef ik ook eerlijk toe. Ik ben er ook al mee in bed gedoken. Was het fijn? Ja. Maar liefst altijd one night stands. Waarom? Omhoog van... De persoon mag mij continu wel blijven aan denken. Maar ik wil dat niet. Eén keer voor plezier, hup, buiten, hup, weg. Als ik mijn genot ook maar gehad heb. Zo ben ik nu eenmaal. En dat maakt mij ook heel speciaal. Ja. Ik wil er ook wel voor uitkomen dat ik het ook op intieme plaatsen heb gedaan. Ik heb dat ook al eens gedaan op een motel. Waar heb ik het dan ook nog eens gedaan? In Center Parks, dat geef ik ook eerlijk toe. Tot 2 maal toe. Eén keer in de hotelkamer. En één keer ergens heel speciaals. Maar die persoon weet dat ook. Dat ik het over haar heb, want het is een haar. En dat was iets unieks en die ervaring, ja, die bleef ook wel echt bij mij. Dat ik dat daar wel heb aangedurfd. Dat kan er bij mij nog altijd niet zo goed erin. Ja. Ik heb het ook al gedaan in de bos. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb het al gedaan echt in de natuur. Ja. Hoe de toekomst eruit ziet, dat weet ik niet. Ik ben heel gelukkig met mijn allerliefste schatje Bea. Hoe ze ook soms is, toch blijf ik van haar houden. Ik hou zielsveel van haar. En dat is bisexual. Dat ik heb gekozen om toch nog een vaste partner te hebben. Dus ik ben heel blij met Bea. Ben er echt... Mijn lieverd is mij echt ook alles. Ik ben blij dat ook zij er is ook voor opengestaan. Dat ik biseksueel ben. Daarom dat ook als je naar de livestream zo kijkt van mij.
Bijvoorbeeld als ik dat hier thuis bij mij doe, dan zie je ook altijd op de achtergrond die regenboogvlag. Waarom? Omwille van, ik schaam mij er ook niet voor dat ik biseksueel ben. Zo heeft de natuur mij gemaakt. En daar kan ik niet onderuit. Moet B schrik hebben dat ik kan verliefd worden op een man? Nee. Ik kan dat niet. Ik kan dat totaal niet. Ook niet om in een trans. Kan ik gewoon niet. Omwille van dat ik Bea heel graag trouw wil houden. En dat is iets, het mooiste wat je aan een partner kan geven. De vertrouwenheid en al. Zo wil ik ook vandaag. Ja. Oké. Okay. Dus zo wil ik ook vandaag samen met mijn maatje. En ja, het was ook gezellig en al. Zo denk ik, ja, mijn maatje is ook, die is ja, lesbisch. Zij komt daar ook vooruit. En dat vind ik ook wel echt heel mooi van haar. Maar de personen die ik bijvoorbeeld ook zo gelijk in het echt weten ken, ben ik echt heel trots op hun geaardheid. Zo gelijk Tom de Kok. Ik ga Tom de Kok erbij nemen. Een geweldige kerel. Maar zijn geaardheid is dus homo. En ik ga je één ding zeggen, mensen. Homo's, dat zijn echt de allerschattigste mensen op de wereld. Dat zijn echt schatjes van de wereld. Soms kijk ik ook zo naar uit hoe bijvoorbeeld Jan en Jurgen, dat is een homokoppel van Verano en Jurgen's Christmas House. Die zijn daar ook voor uitgekomen. Heel geweldig. Die komen nog zelfs onder het publiek, want zij hebben zelfs een eigen winkel. Verano, voor ijsjes te verkopen. En als het dan winter is, ja, Jurgen's Christmas House. Met de Christmas decorations. Voilà. Dus dat zijn ook twee schatjes van patatjes, ik zal het zo zeggen. Maar voor de rest, ja, heb ik daar niet meer veel over te vertellen. Dus ik heb nu eens echt eens mijn hartje ook gelucht van hoe ik mij voel naar de mensen die hun geaardheid hebben gevonden. Zoals de B6 Worlds, de lesbians, de gays, de transfers en de Q en de plus community. Allemaal één voor schatjes. Ook de mensen die hetero zijn, daar heb ik ook totaal niks op tegen. Het is hun leven hoe hun willen leven. Voilà. Leven ze samen met een man en een vrouw? Oké, okay. Voor mij niet gelaten. Leven ze samen met een man en een man? Mij niet gelaten. Leven ze samen met een vrouw en een man? En een vrouw en een vrouw? Mij niet gelaten. Leven ze samen met een vrouw en een trans? Mij niet gelaten. Leeft een man en met een trans samen? Mij ook niet gelaten. Leeft, ik ga het niet helemaal, ook zo leeft de Q, leven die samen met de L, blablabla. Dat ga ik allemaal niet weer opleven herhalen. Nee. Dus ja, ik hoop dat jullie er wel iets hebben van opgestoken. Hoe ik mij voel ook naar de andere mensen toe. En hoe ik mij ook van binnenin voel. Momenteel niet 100%.
geef dat eerlijk toe. Qua geaardheid, dus gezondheid, daar heb ik niet over gesproken. Maar qua geaardheid voel ik me nog niet echt 100% mijn eigen hebben gevonden. Maar dat komt nog wel. Dat komt. Voilà. Ga ik hier nu de vlog afsluiten? Ja. Ik hoop dat jullie hier iets hebben van opgestoken. Dus leef alsjeblieft gelukkig samen. Er is ook al oorlog en onvrede en ruzies. Dat is er al genoeg in de wereld. Laten we eens gaan voor love. Liefde in de wereld. Vriendschappelijke liefde. Dat iedereen onder iedereen kan komen. Dat er geen ruzies meer moeten zijn op de wereld. Maar jammer genoeg gaat dat niet. Dat weet ik ook wel. Jammer genoeg gaat dat niet. Er zal nooit of te nooit ene dag op aarde voorbij gaan dat er nergens op aarde ruzie is geweest. Er zullen wel duizenden ruzies zijn geweest. Duizenden. Op één dag tijd. Als je ruzie hebt, daar wil ik ook nog even over hebben. Als je ruzie hebt, praat met elkaar. Praat het ook uit. Praat ook hoe je je voelt. Als uw partner of een vriend of een vriendin of de X, ik ga het zo doen, of de X, zeg van, nee, het gaat nu even niet, ik heb geen zin in een gesprek. Laat haar of hem of de X ook zijn. Probeer het dan binnen een uur, binnen 2 uur, terug opnieuw. Als uw partner dan nog eens zegt van, nee, ik wil niet, laat hem dan iets langer met rust. Soms moet je ook wel eens vragen van, hoe lang heb je even uw rustmoment nodig? Als hij zegt van, lang. En hij zegt van, of zij, of ik, zegt van, ik kom wel terug naar jou toe. Dan moet je dat ook proberen zo te respecteren. Voilà. Ik ga hier alles nu bij laten, of anders, weet ik niet wat anders. Ik weet het echt niet. Ik hoop dat jullie hier iets hebben opgestoken over de LGBTQ+ dag. En ik hoop dat jullie ook blij zijn dat ik mijn geaardheid heb geopend. En als er vragen zijn hier trend rond, stel ze gerust in deze video. Stel ze gerust. Zijn niet te verlegen als het te intiem gaat. Als het te intiem gaat, bijvoorbeeld als je daar een gesprek over wilt hebben en het gaat echt richting de intieme kant en je wilt niet dat de hele wereld dat moet weten, spreek me gerust aan en dat blijft gerust onder mijn vier muren. De admins zullen dat ook niet te weten komen dat jij dan contact hebt met mij. Totaal niet. Zelfs mijn schat zal dat ook niet te weten komen. Punt. Want dat is vertrouwen hebben richting elkanders toe. Als jij zegt van, ik wil dit liefst dat dat onder ons blijft, dan blijft dat ook onder ons. Voilà. Nu ga ik de vlog afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest, zoals altijd, dat ik met een vlog nu altijd al beëindigd, is het via yo. Tot later!